Welkom allemaal bij de Let's Talk Medicine podcast, gehost door Sevala Semen, waarin we in discussie gaan en onderwerpen gaan behandelen over onder andere de zorgindustrie en medicijngebruik. In deze podcast komen medicijngebruikers, doktoren en mensen uit de zorg aan het woord. En vandaag hebben we weer een bijzondere gast en kunnen we ook met trots mededelen dat dit al de 12e aflevering is. Maar we hebben vandaag Fatima Zahra voor ons. Ze heeft een hele interessante verhaal. Ze is 32 jaar oud. En haar verhaal is eigenlijk al op verschillende platformen verschenen. En vandaag gaan we daar over in gesprek met haar. Want het is wel echt een heel bijzonder verhaal. En ik vind dat iedereen dit gehoord moet hebben. Zodat we een stukje kunnen meenemen en erover na kunnen denken. Want het is best wel heftig. Welkom Fatima. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Ja. Voor elke gast die hier komt, is er de welbekende stel jezelf kort voor ronde. Okay. En voordat we dus gaan beginnen met de welbekende vragen, willen we als eerst een introductie van je hebben. Wie ben jij? Kan je jezelf kort voorstellen? Je hebt al gezegd wie ik ben. Hè? Fatima Zahra, 32 jaar, uit Amsterdam. Dat is een goede vraag. Ik werk in een fashion, dus ik ben styliste van beroep. Dus doe heel veel stylingopdrachten binnen verschillende branches. En dat is een beetje wie ik ben en wat ik doe. Ik geef ook workshops aan jongeren, ook op het gebied van fashion. En voor de rest hou ik van een beetje van lezen en lekker ontspannen thuis. En met vrienden afspreken, dus dat is een beetje wie ik ben, denk ik. Ja, een gezellige meid met een leuke creatieve job. Dat past denk ik ook wel bij je. Ja. Maar jouw verhaal, hè. Ik ga gewoon bij het begin beginnen. Want ik heb heel veel dingen gelezen over je en gezien. Onder andere bij de AT5 was je verschenen. En ook op verschillende platformen zoals Spot On. Daar heb ik je interview bekeken. En ik moet zeggen dat ik er echt van stond te kijken van wat jij allemaal had verteld. Mm-hmm. Want je had zelf ondergewicht. Klopt. Zullen we daar eens beginnen? Hoe is dit eigenlijk ontstaan? Dat is een goede vraag. Dan gaan we echt best wel ver terug. Ik heb het hier over meer dan 10 jaar geleden. Ben ik heel erg gaan afvallen. Maar voordat ik echt ging afvallen, had ik een soort van klachten, lichamelijke klachten, maar ik kon het niet zo goed plaatsen. En daar liep ik een tijdje mee. Op een gegeven moment ben ik naar een dokter gegaan. En die heeft me eigenlijk niet op dat moment serieus genomen. Die heeft me weer naar huis gestuurd van kijk het even aan. En zo bleven mijn klachten eigenlijk erger worden. En toen ben ik nog een keer naar mijn huisarts gegaan. En toen dachten ze van, misschien is er toch wel iets aan de hand. En ze keken meer naar het psychische kant van mij. Omdat ik natuurlijk, wij hebben als gezin hebben een traumatische ervaring gehad. Dus zij dachten dus, ze heeft een trauma gehad. Dus wellicht reageert ze nu op eten en heeft ze een eetstoornis ontwikkeld. Met die gedachte hebben ze mij toen doorgestuurd naar een diëtiste en naar mijn psycholoog. Psycholoog was al een bekende persoon voor mij, omdat ik daar mijn trauma had verwerkt. Dus ik ben eigenlijk teruggegaan naar mijn psycholoog. En met haar ben ik verder gegaan, gewoon wekelijks op gesprek geweest. En eigenlijk werd het alleen maar slechter. Het ging niet beter, ook niet naar de gesprekken die ik dan heb gehad. En de klachten werden alleen maar erger. Zodanig erg dat ik bijna gewoon 10 kilo ben afgevallen in een hele korte tijd. En toen heeft mijn psycholoog voorgesteld om naar een eetstoornis-kliniek te gaan. Omdat ik het zelf niet kon. Maakte ze zich wel een beetje zorgen. Toen zei ze van, misschien is het wel handig om dan toch hulp te vragen. En naar een eetstoorniskliniek te gaan. Zodoende eigenlijk. Dus in het begin had ik zoiets van, dat hoeft niet. Ik kan het zelf wel. En ik begreep het niet waarom ik daarheen moest. Omdat ik vond dat ik niet echt een eetstoornis had. Dus ik was heel erg aan het... Ik had een soort van strijd met mezelf, maar ook gewoon van, ik wilde bewijzen aan mijn dokter en mijn psycholoog van, ik heb serieuze fysieke klachten, maar we hebben het hier over hele andere dingen en ik kon het niet zo goed plaatsen omdat het niet bij me paste. Omdat ik eigenlijk geen
eetgestoorde gedachten had. Dat had ik niet. Maar goed, uiteindelijk heb ik toegezegd, omdat het op een gegeven moment ook echt niet meer kon. Ik viel nog meer af. En toen heb ik me aangemeld bij de kliniek. Ik ben opgenomen intern. Ik heb in totaal daar in de eerste periode, in de eerste opruimen, zo 2,5 maand, bijna 3 maanden gezeten. In de eerste weken, zeg maar, het begin van mijn opname, konden de. Je moet het zo zien: in de kliniek zit je met allemaal behandelaars om je heen en je hebt een hele dag. Je hebt een rooster en dus je bent continu met elkaar, met de groep tussen de andere cliënten en de behandelaars. En die kunnen jou continu observeren. En op een gegeven moment, ze konden heel goed zien dat wanneer we gingen eten, dat ik op een gegeven moment niet meer kon en dat ik eigenlijk een grens bereikte. En mijn lichaam het eten niet meer verdroeg en het moest overgeven. Dus ik rende letterlijk van de eettafel naar de toiletten. En zo ging het een tijdje door. En op een gegeven moment, ik denk zo 3 weken later, dachten ze van, nou, we moeten toch maar even verder kijken, want dit klopt niet echt. En ik denk dat het toch wel misschien ook wel fysiek is. En zodoende, dus de kliniek waar ik destijds zat, hebben mij toen doorverwezen naar de internist. Dus ik ben zo in het ziekenhuis beland waar zij mij hebben onderzocht. Ik kreeg, ze hebben een hapje van mijn maag gepakt om te onderzoeken, ontlasting en urine. En een bloed geprikt trouwens. Dus dat hebben ze onderzocht en toen kwam ze erachter dat ik dus de Helicobacter pylori had. Dat is dus de maagbacterie die mij eigenlijk een beetje langzaam aan het... afmaken was, zo gezegd. Weet je wat ik zo bijzonder vind tot nu toe? Is dat je eigenlijk het gevoel had dat je altijd wel wist dat er iets anders met jou aan de hand was. Ja, ik werd precies wat je zegt, ik werd niet serieus genomen. En mijn klachten, destijds toen ik met mijn klachten naar huisarts ging, werd er niet echt serieus naar gekeken. En dat vond ik wel jammer, want zij heeft wel echt een fout gemaakt. Ze heeft mij een verkeerde diagnose gegeven. Op dat moment, ze riep al met een eetstoornis, terwijl ik dacht van, maar wacht eens even, ik vind niet dat ik anorexia... Ja, ik kreeg de etiket anorexia op me geplakt. Maar ik vond niet dat ik daarin paste, zeg maar. Je had zeg maar al een beeld van jezelf van... Dit ben ik niet. Ja. En je krijgt vervolgens een verkeerde diagnose. Ja. En je lichaam houdt zeg maar voedsel ook niet meer in zich. En je krijgt ondergewicht. Wat voor impact heeft ondergewicht eigenlijk op je leven gehad? Heel groot. Het heeft echt een hele grote rol gespeeld. Want ik was destijds, was ik 20, 21, dat ze ontdekten dat ik dus zeg maar een hele Helicobacter pylori had. Want ik ben toen op mijn 20ste, 21ste opgenomen. Maar je moet je eens voorstellen, tussen mijn 19e en 20, 21, liep ik met die bacteriën zonder dat ik wist dat ik ziek was. Het is eigenlijk een soort van sluipziekte. Het maakt je eigenlijk heel langzaam kapot. Dus de klachten zijn in het begin heel erg onschuldig. En die werden steeds groter en erger. Dus je moet je eens voorstellen, een jonge dame van 21 die op een gegeven moment moest stoppen met werken, met school, met eigenlijk alles. Ook mijn stage moest ik mee kappen. En omdat ik opgenomen werd. Maar daarvoor, voordat ik opgenomen werd, ging het al niet zo lekker op werk, omdat ik fysiek niet meer sterk was. Ik had gewoon fysieke klachten, vermoeidheid, maar ook gewoon duizeligheid. Continu de hele dag door duizeligheid en misselijkheid. En dan ook nog een paar keer op een dag overgeven als ik een poging deed om te eten. En ik stopte op een gegeven moment ook met eten. Dus dat heeft ook een impact op je dagelijkse leven. Dus eigenlijk ik functioneerde niet meer echt. Dus het was voor mij gewoon overleven. Het is een hele moeilijke woord, jouw ziekte. Want kan je het een keer rustig zeggen? Want ik heb het nog nooit gehoord. Ja, Helicobacter pylori. Zo, ja. En hoe vaak komt dit eigenlijk voor bij een gemiddeld persoon?
Het is gek genoeg, het is een vrij bekende bacterie wat vaak voorkomt bij mensen die zeg maar, hun voorouders of hun ouders uit het buitenland komen. Het is een bacterie die we allemaal hebben, maar niet actief is. Dus het kan zeg maar geactiveerd worden. Ik weet bijna zeker dat mijn bacterie actief werd toen ik naar Marokko ging in dat jaar van 2008 was ik naar Marokko gegaan en ik ben het daar in Marokko opgelopen en daar begon het. Dus, en het is een bacterie die iedereen wel kan krijgen. Maar het is goed te behandelen. Als je ook op tijd bent, zul je er ook niet zo heel veel klachten aan overhouden. Maar ook gewoon de herstellingperiode zal wel korter zijn. Dus hoe sneller je bij bent, hoe beter. En ja, hoe sneller je eigenlijk vanaf bent. En ja, dan tast je gezondheid, je fysieke gezondheid niet heel erg aan, zeg maar. Maar omdat ik 2 jaar mee liep, was mijn gezondheid zodanig aangetast dat ik een hele lange herstellingperiode moest hebben. Dus dat verschilt. Ja, wat ik dus zo interessant vind, of ik het interessant mag noemen, dat is een... Maar ik vind dit soort gesprekken gewoon... Leuk. Mm-hmm. Ik ga er ook echt serieus in mee. Maar hoe ontstaat zo'n bacterie ineens? Bijvoorbeeld, je bent naar Marokko geweest. Je zegt, iedereen heeft zo'n bacterie. Maar hoe kan je dat ineens zomaar activeren? Het is overdraagbaar. Je kan het gewoon krijgen van iemand. Het kan via bijvoorbeeld een glas. Of als je iemand zoent. En diegene is besmet en die besmet jou daarmee. Dus het kan echt verschillende manieren. Ik weet niet, via huidcontact of zo. Ik zou het eigenlijk niet zo heel goed weten. Maar ik weet wel... Kijk, door alleen maar een glas water te drinken ergens waar het misschien in zit, of er iets in zit wat door mijn bacterie geactiveerd werd, kan het zo zijn dat het bij mij dan misging. En op dat moment, ik noemde 2008 bewust, dat was ook dat jaar dat ik na 4-5 jaar weer naar Marokko ging. Dat was en het was ook de eerste zomer naar de traumatische ervaring. Dus ik was ook fysiek. Ik weet als je een trauma hebt meegemaakt, ben je meer vatbaar. Voor allerlei ziektes en zo. Dat heb ik mij horen vertellen. Dus het is niet gek dat ik zoiets oploop in zo'n periode. Want het is niet gek. Dus je zegt eigenlijk, door die trauma's en zo heb ik eigenlijk. Hoe noem je dat? Je immuniteit is ook een beetje. Ja. Zwakt geraakt of zo. Heb ik dat correct? Ja, ja. Heel goed. Ja, dat is precies wat ik bedoel. En dan ben je gewoon wat vatbaar voor allerlei parasieten of wat dan ook. Ik denk dat ik op die manier, want ik ben altijd gezond geweest. Ik werd niet zo snel ziek als ik ziek was, 1 keer in het jaar. En voor de rest was ik echt een hele gezonde persoon. En dit was echt gewoon een verrassing eigenlijk. Ja. Ja, maar heb jij enig idee waar precies je dit mogelijk zou kunnen hebben opgelopen? Nee, dat kan je... Ik heb echt hele diepe vragen. Ja, precies, maar dat kan je bijna niet achterhalen. Omdat het, zeg maar, het kan echt overal... Kijk, het kon net zo goed ook hier in Nederland zijn gebeurd. Hè. Ik noem wel Marokko, maar het kon net zo goed ook hier zijn geweest. Misschien was hier iemand die ik kende besmet met de bacteriën. En had ik in ieder geval iemands rietje geleend. Niet dat ik dat doe, want ik drink sowieso niet van iemands rietje. Maar je weet het niet. Je weet niet of een glas goed schoon is gemaakt of wat dan ook. Ja... Ik zou het echt niet weten. Ja, door voedsel. Ja, heftig. Ja. En je zegt bijvoorbeeld dat je een verkeerde diagnose had gehad. Ja. En dingen liepen een beetje uit de hand. Het werd steeds erger. Psychiater helpte niet. Had deze situatie voorkomen kunnen worden, volgens jou? Jazeker. Kijk, die bacterie was er. Dat is een feit. Die kun je niet voorkomen. Maar de diagnose had ook anders gekund. Ze hadden sneller bij gekund. Als ze mij serieus hadden genomen bij dag 1 dat ik daar kwam met mijn klachten. En als mijn huisarts op dat moment dacht, oké, nou, misschien is het psychisch, maar laten we het wel even uitsluiten. Dan wisten we op dat moment al van, hey, het is een maagbacterie, ze moet daarvoor behandeld worden. En dan was het in een vroege stadium, dan had ik bijvoorbeeld niet 2 jaar met die bacteriën hoeven lopen. Dan had ik misschien niet eens naar een eetstoornis kliniek gehoeven. En dan was ik misschien ook niet 10 kilo afgevallen.
Want dat, want, 10 kilo? Ja, 10 kilo ben ik bijna afgevallen. 10, 19, 9 à 10. Hoeveel woog je dan? Ik woog heel weinig. Ja, ik kan het wel even delen. Mijn gewicht destijds was op zijn laagst dat ik opgenomen werd, was 87 kilo. Nee, sorry, 37. 37 kilo. Ja, hoe kom ik erbij? 87. Ja, ik dacht dat ik op 87 is. Dat is toch niet zo heel weinig? Ja, precies. Ja, ik denk dat het andersom is, toch overgewicht, toch? Ja. Nee, 37 à 38 kilo woog ik. Zo, dat is wel echt heel weinig. Ja, ja. Dat was heel weinig. Ja. Zoveel impact kan eigenlijk iets... Zo'n bacterie, weet je wel, wat je niet eens met het blote oog kan zien, kan zoveel impact hebben in één keer gewoon. Dat is echt immens en bizar gewoon. Ja. Hoe hebben ze uiteindelijk je maagbacterie gevonden? Nou ja, door die... ik kreeg dus allerlei testjes. En uit de testjes kwam dus natuurlijk het resultaat binnen van... Hé, ze heeft een maagbacterie. En toen werd ik daarvoor behandeld. Het is te behandelen met een antibiotica-kuur. Je kreeg dan een antibiotica-kuur van ongeveer een week. En daar word je echt goed ziek van. En ik heb die antibiotica-kuur ook intern genomen bij het kliniek waar ik destijds zat. Dus ik heb daar heel veel in mijn bed gelegen en overgegeven. En ja, geen fut. Eigenlijk was het ook... Destijds was de kliniekopname helemaal niet aan de orde. Omdat ik niet... Ik kon niet werken aan mijn eetpatroon. Omdat ik nog beter moest worden en moest herstellen. Nou ja, ik heb dus die kuur gehad. En dan daarna was het eigenlijk het begin van herstelperiode. En ze zeggen tussen zes... Nou ja, ze zeggen ongeveer 6 maanden heb je nodig om te herstellen. Maar bij mij heeft het zeker wel een jaar geduurd. Voor ik echt gewoon alles kon verdragen. Hoe kan dat dan, dat het bij jou zo lang duurde? Omdat ik denk ik veel langer mee liep. Ik denk als je er korter mee... Als je er korter mee hebt gelopen, ik denk dat ook de herstelperiode ook korter zou zijn. Maar omdat ik er bijna 2 jaar mee liep en zodanig eigenlijk mijn maag is aangetast, had ik gewoon een veel langere herstelperiode nodig. Omdat mijn maag, het is gewoon een wond wat genezen moet. Dus ja. Oh, er ontstaat gewoon echt een wond. Ja, ik noem het een soort van wond. Want het is echt... eigenlijk wel. Ik denk dat het wel een soort van wond is. Want het zit in je maag. En dat, dan is het er niet meer. Maar er blijft er wel een soort van wond over. Die nog wel moet genezen. Dus ik ben wel uiteindelijk bacterievrij verklaard. Want daar hebben ze toen mij voor onderzocht. Of het dan toen weg is gegaan. Nou, dat was dus weg. En toen begon het herstelperiode. En waarom zeg ik dit? Toen ik aan het herstellen was, kon ik eigenlijk niet, nog steeds niet eigenlijk focussen op het opnieuw aankomen, aansterken. Want dat is nog niet aan de orde, want ik kon niet een volledige dagmenu eten, zeg maar. Wat een normaal persoon zou moeten eten, kon ik nog niet voldragen. Dat was nog te veel. En dan moest stapgewijs moest dat gebeuren. En daar kreeg ik wel begeleiding. Via de kliniek heb ik daar wel begeleiding voor gehad. En ook gewoon vooral ook gekeken van wat werkt ook voor mij persoonlijk. Heel veel in gesprek geweest met de behandelaar. En zodanig met haar hebben we een soort van eetschema ontwikkeld wat dan zeg maar werkt. En daar heb ik me moeten aanhouden totdat het zeg maar steeds beter ging. Want ja, in mijn herstelperiode heb ik ook veel overgegeven. Dus het is niet zo dat ik niet meer overgaf bijvoorbeeld. Of niet meer duizelig was of zo. Die klachten waren er nog steeds. Ja, voordat ik verder ga met een andere vraag. Mm-hmm. Komt er ineens een vraag bij me naar boven. Tuurlijk. Van je zegt bijvoorbeeld tijdens je antibiotica kuur. Mm-hmm. Werd ik heel erg ziek. Maar hoezo komt het dan dat je van een antibiotica zo ziek werd? Wat gebeurt er dan met die maagbacterie? Gaat die dan volledig dood? Ja, ik denk dat de meer de bijwerkingen waren van de antibiotica kuur. Dat je dan zeg maar misselijk kan worden, duizelig kan worden. Hè? En ja, gewoon dat waren de klachten die ik dan had, zeg maar. Dat ik heel veel maagzuur had in mijn maag. Waardoor ik dus veel moest overgeven. Ik had niks in mijn maag, maar ik gaf echt maagzuur over. Dat was heel vervelend.
Maar dat was het meer. Maar dat was kijk, dat had ik al, maar dan nog 10 keer erger door die kuur. Werd het nog aangedikt, zeg maar. Je zegt dat je nu bacterievrij bent, daar ben je op gecontroleerd. En er is van alles overheen gegaan. Maar heb jij nog wel last van je maagbacterie eigenlijk? Van de overblijfselen misschien? Van mijn maag zelf? Niet meer. Er was een periode dat ik wel heel erg last had van als ik iets verkeerds at of anders ging eten, dat ik ineens dat mijn maag opspeelde en dat ik die steken dan voelde en zo. En ik moet zeggen, het is niet meer zodanig gevoelig meer, maar het komt wel eens voor als ik zeg maar ziekjes ben of zo of ik eet niet op tijd en dan eet ik misschien net iets anders. Dat het soms verkeerd kan vallen en dat ik er wel iets meer last van heb dan misschien iemand anders of zo. En dat helpt alleen als ik, meestal helpt het alleen als ik dan ga liggen en ontspan. En dan voel ik dan ook weer gewoon dat het wel weer oké gaat. Maar het is niet meer zoals toen, zeg maar. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het heel erg was. Toen was het dagelijks, had ik ermee te maken. En nu is het echt 1 keer zoveel tijd. En echt alleen maar als ik even, als het misschien mijn weerstand iets lager is, of als ik wat ziekjes voel of zo, dat ik dan iets gevoeliger ben. Ja, ja, metafoor van wondje, dat komt steeds meer op zijn plek, weet je wel. Dat, al is het weg, het lijkt alsof je nog steeds overblijfselen daar een litteken eraan overhoudt. Dat dat is best wel heftig eigenlijk. Eenmaal je gezondheid een beetje aangetast, is eigenlijk voor altijd wel een beetje impact erop.